Dorpen in het verre zuiden van Suriname zullen standaard nutsvoorzieningen krijgen. Deze toezegging deed minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen eerder deze week bij de ingebruikname van een waterzuiveringsinstallatie in het dorp Pikin-Saron. De bewindsman gaf aan dat het project gefinancierd zal worden door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Eerder hebben we gesproken met IDB. We hebben lange gesprekken gehad met IDB. Want bijvoorbeeld, if Mimcha Oligides mana Kwamala Samutu, jullie weten hoe ver Kwamala Samutu is. Het is bijna 2 uren vliegen. En om 5 vaten diesel te brengen naar Kwamala Samutu, moet ik een vliegtuig charteren van meer dan $3000. Dus we hebben gesproken met partners en IDB. Hoe tak lang IDB? IDB, tak oké, we jippie dappen. Maar weet je wat? Laten we tegelijk ook kijken naar water. En niet alleen water, ook naar telecommunicatie. En met die belangrijke partner van het ministerie zijn we nu zover dat heel binnenkort we beginnen aan een project dat die, waarbij al die inheemse dorpen in het uiterste zuiden van Suriname, dat den dorp dat ook is. Ook is stroom ook toe, eenmaal 24 uur. Ook is water ook toe. Maar ook is ook toe boom telecommunicatie. Ja? Abiyamofo zei verder dat de dorpen Kwamala Samutu, Alalapadu en Kuruni, Sipaliwini Sabana en Kaumhakken onder andere zijn opgenomen in het project. Het ministerie van NH is namelijk verantwoordelijk voor het hele land en de nutsvoorzieningen niet slechts in de kustvlakte horen. We kunnen niet anders. En waarom kunnen we niet anders? Omdat internationaal, Umeka afspraak, Umpotu handtekening, Umeka commitment, dat uiterlijk 2030 Alasranamang moest op toegang tot schoon drinkwater, tot eenmaal 24 uur stroom. Maar natuurlijk, we gaan niet wachten tot dat moment. We zijn nu al begonnen. Volgens Abiyamofo zijn de projecten al voorbereid en wordt er hard gewerkt om de uitvoer van de grond te krijgen.